Op 14 en 15 juli gaan we de Slag om Altena spelen. Dat gaat gebeuren op het veld voor het golfpark in Almkerk. En dat gaan we eigenlijk doen in het kader van de eenwording van Altena. En ook gelijktijd als jubileum. De slag heeft in 1393 plaatsgevonden, 625 jaar geleden. Dus we gebruiken dit jaar eigenlijk als een tweeluik om te kijken naar het verleden, maar ook gelijk te kijken naar de toekomst. En dat is natuurlijk de eenwording van Altena, van het middeleeuws Altena naar eigenlijk het toekomstige Altena. Toch is het zo dat de ridders in de middeleeuwen eigenlijk haast onoverwinnelijk waren, in zoverre dat ze eigenlijk niet te doden waren. Omdat ze dus dat harnas aan hadden, kunnen ze eigenlijk moeilijk verwond worden en ook moeilijk zwaar verwond worden. Nou, ter voorbereiding van de slag zijn we natuurlijk bezig met ook de aankleding van de slag en van het evenement zelf. Daarin komt vooral het wapen van Altena terug. Dat zijn de twee rode zalmen op een geel veld. Dat is een wapen wat in middeleeuws Altena veel gebruikt werd. En wat we ook tegenwoordig nog heel veel terugzien in de wapens. Bijvoorbeeld van Woudrichem, maar ook die van Werkendam. Die zal je tijdens de slag ook terugzien op de wapenschilden, maar ook op de verschillende kleding van de ridders. En natuurlijk ook de verschillende vlaggen van zowel de drie gemeentes als dus het oude gemeentewapen. En zelfs het nieuwe wapen van het nieuwe gemeente Altena, die zal ook terugkomen. En er zijn zelfs ridders die gewoon kunnen rennen en springen. En je kan eigenlijk alles mee. Nou, het middeleeuwse weekend, dat staat eigenlijk bol van activiteiten. Naast dat er natuurlijk verschillende groepen uit Nederland komen die laten zien hoe dat er in de middeleeuwen geleefd werd, staat het hoogtepunt natuurlijk op de slag om Altena zelf. Dus er zullen ook veel ridders aanwezig zijn. En de gehele dag door kunnen mensen zich eigenlijk vermaken. Dus we hebben bijvoorbeeld zwaardvechtworkshops, maar ook boogschieten. Er zijn verschillende shows, roofvogelshows, een paardenshow. En daarnaast is natuurlijk het hoofdpunt de slag om Altena zelf. En dan zullen er grote groepen met ridders elkaar te lijf gaan om de slag uit 1393 na te spelen. De slag die was eigenlijk onderdeel van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. En in die tijd heeft de graaf van Holland eigenlijk Altena binnengevallen. En die heeft het slot ook verwoest. En we hopen natuurlijk dat de slag die wij nu gaan naspelen een betere uitkomst heeft. En dat gaat natuurlijk ook gebeuren als de drie gemeenten gaan samenwerken. Want samen staan we sterk. We hebben kip vanochtend gestoofd en daar bouillon van getrokken. En dat samen met rijst en diverse witte groenten. En zodra het klaar is en wordt gegeten, dan horen er ook nog amandelen in. In dit geval gebrande amandelen. De komende maanden gaan we steeds meer op Facebook ook zetten. Dus wat er te doen is op de slag en natuurlijk ook de praktische informatie. Ga naar onze Facebookpagina, dat is Slag om Altena.